Ja, goedemorgen iedereen. 21 februari 2020. Voor mij is het tijd om te gaan winkelen bij Albert Heijn Hulst. Ik ga eerst mijn lijst volgen. Ik heb natuurlijk een lijst bij. Ik heb nog een paar groenten nodig ook. We hebben hier spitskool. Ja, dat is bijzonder goed. Spitskool. Ik ga direct naar het fruit gaan, maar ik heb nog bananen nodig. Sinaasappels ook. Dan eerst de babyspullen. Multifruit. En dan ook heel goed van Albert Heijn. Ik had die de vorige keer geprobeerd. Is deze hier. Met honing. Ook heel voor de afwisseling. Hier is terecht alles ook in huis, van luiers en noem maar op. Hè. Ik heb hier zelf de Albert Heijn luiers. Tja, nodig is in deze hier. Ja, dat hebben we nog in voorraad. Dit ook hier, dus ik zie hier dus ook de prijsfavoriet, dat is ook de reden dat dat zo interessant is. Dat staat ook onder die prijsfavoriet. Hè. Nu wel, misschien staat nog één in voorraad meedoen. Zo. In de afdeling baby. Ja, direct naar de afdeling melk.
Die is gelukkig in voorraad. Dan ook nog een fietsdrank hier. En dan nog één mystery die ik in voorraad nodig heb. Ja, het is momenteel hier ook de laatste doos, maar wel de beste. De krokante mystery nootjes. En vervolgens de afdeling brood. Dat vers net uit de oven. Ik heb niet zoveel nodig momenteel, dus dat zijn in feite mijn bijkomstige aankopen van hetgeen dat nog tekort had in huis. Voilà, dus tijd voor de kassa. Voilà, voorbij de kassa. Zalig om hier vroeg te komen. Ik zeg bij de openingsuur 8 uur. Kan je echt alles rustig doen, hè. Nog redelijk rustig momenteel, dus dat was het even hier, beste mensen. Een korte AH-aankoop van deze 21 februari 2020. Tot de volgende!